Welkom bij deze videoles over Dorcas. Ik ben Joël en zal tijdens deze videoles jullie meester zijn. Deze videoles werkt zo. Ik praat tegen jullie vanaf het digibord. Jullie hebben allemaal een werkblad. En als je dit symbooltje ziet, dat is het pauzeknopje, dan doe je maar pauze en voer je de opdracht uit. Is de opdracht klaar? Dan ga je weer verder. Het werkt heel simpel. Dan gaan we nu beginnen met de vraag, ken jij Dorcas? Ik hoor het niet. Ik ga wel even wat rondvragen. Hier in de speeltuin zijn vaak kinderen. Ik ben benieuwd of zij weten wat Dorcas is. Hey jongens, hi. Mag ik jullie wat vragen? Tuurlijk! Ken jij Dorcas? Ja, van Adopteerde Oma toch? Dat klopt, maar ik bedoel eigenlijk iets anders. Ken jij Dorcas? Ja, van die lessen die ze geven in Oost-Europa. dat is waar, maar ik zoek een ander antwoord. Ken jij Dorcas? Ja, dat is van die clubs waar ze bijvoorbeeld leren te sparen. Zeker, je hebt gelijk. Maar misschien heb jij het antwoord wat ik zoek. Toch van die voedselpakketten? Precies. Dat is wat ik bedoel. Dorcas, van de voedselpakketten. Voedselpakketten dus. Elk jaar organiseert Dorcas de grote voedselactie. Daar wordt er geld ingezameld, zodat er voedselpakketten kunnen worden uitgedeeld in Oost-Europa. Want hier in Nederland hebben wij vaak te veel, terwijl er in andere landen te weinig is. Maar wat zou er nou in zo'n voedselpakket zitten? Op je werkblad zie je een paar boodschappenlijstjes. Sommige producten zouden bijvoorbeeld in een Dorcas voedselpakket kunnen zitten. Zet een kruis bij de producten waarvan jij denkt dat ze prima in een Dorcas voedselpakket zouden kunnen zitten. En bespreek daarna waarom. Dan ga ik nu een paar voorbeelden geven van wat er eventueel in een Dorcas voedselpakket zou kunnen zitten. Thee. Suiker. Koekjes, biscuitjes. Rijst en pasta. Spaghetti in dit geval. Jam. Blikvoer. Wat groenten, maiskorrels en fruitcocktail. Olie voor patatjes bakken en zo. Limonadesiroop. En voor de hygiëne, tandenborstel en tandpasta. En om mijn voedselpakket af te maken, doe ik er nog iets extra's bij. Marshmallows. Zullen ze vast heel lekker vinden. Miam miam. Een van de dingen waarop wordt gelet of het voedsel in een voedselpakket kan of niet, is hoe lang het houdbaar is. Ik heb hier voor me een paar producten. En op elk product staat tot wanneer het houdbaar is. Soms moet je wel een beetje zoeken. Als jullie in de klas ook een aantal producten hebben staan, bekijk de verpakkingen en zoek even uit tot wanneer ze houdbaar zijn. Dan zal ik ook mijn producten even onderzoeken. Kijk. Deze kippenpootjes bijvoorbeeld, die zijn nog ongeveer een week houdbaar in de koeling. De rozijnen, die zijn nog 8 maanden houdbaar. Deze dropjes, meer dan een jaar. En deze melk, ook net iets meer dan een week. Ook weer in de koelkast. Hoe kan het nou dat sommige producten lang en andere producten juist heel kort houdbaar zijn? Het is tijd voor de spoedcursus. Houdbaar voedsel. Hier een spoedcursus houdbaar voedsel. Vers eten is het lekkerst. Een verse taart, vers brood, een verse aardbei. Maar het meeste voedsel kun je niet lang bewaren. Dan bederft het. Denk maar aan een banaan. Als die een langere tijd ergens ligt, wordt deze bruin, zacht en kun je hem wel weggooien. Daarom zijn er allerlei manieren bedacht om eten langer houdbaar te maken. Een ander woord hiervoor is conserveren.
In voedsel zitten micro-organismen. Dat zijn superkleine beestjes die je met het blote oog niet kunt zien. Bijvoorbeeld bacteriën, schimmels, gisten en virussen. Eeuw! Deze kun je alleen met een microscoop bekijken. Deze micro-organismen zijn op zich helemaal niet erg. Ze zijn juist nodig in de natuur. Maar hoe meer micro-organismen er in het voedsel komen, hoe minder goed het eten smaakt en soms kun je er zelfs ziek van worden. Dan is het eten bedorven. Door voedsel te conserveren worden de micro-organismen gedood of wordt ervoor gezorgd dat ze maar heel langzaam kunnen groeien. En dan wordt het eten dus langer houdbaar. Hier een paar manieren hoe voedsel wordt geconserveerd. Koelen of invriezen. Als het koud is, kunnen de micro-organismen niet zo snel groeien, dus blijft het eten langer goed. Denk aan kaas in je koelkast of aan de frikandellen die in je vriezer liggen. Drogen. Micro-organismen hebben vocht nodig om te kunnen groeien. Dus als je al het vocht eruit haalt, zit je goed. Bijvoorbeeld rozijnen of macaroni. Een andere manier om vocht uit het voedsel te halen is door zout of suiker toe te voegen. Dit gebeurt bij droge zouten worst of bij jam. Inblikken. Het voedsel wordt op hoge temperatuur gebracht, waardoor de micro-organismen doodgaan en daarna in een blik gestopt, zodat er geen lucht bij kan waar weer nieuwe micro-organismen in zouden kunnen zitten. En dan heb je ook nog pasteuriseren en steriliseren. Wat? Pasteuriseren en steriliseren. Dat zijn twee moeilijke woorden voor verhitten. Als voorbeeld even melk. Als je melk, vers van de koe, een dag zou laten staan, dan wordt deze al zuur. Daarom wordt melk ook geconserveerd. In de supermarkt kun je melk bij het koelvak vinden. Dat heet verse melk. Maar je kunt ook houdbare melk kopen. Dat staat gewoon in het schap. Het verschil is dat verse melk een week of twee goed blijft in je koelkast, terwijl houdbare melk maanden goed blijft in de kast. Verse melk wordt gepasteuriseerd. Ja, dat heet zo omdat deze techniek is uitgevonden door meneer Pasteur zo'n 150 jaar geleden. Bij pasteuriseren wordt de melk opgewarmd tot 72 graden. Dan blijft de smaak hetzelfde, maar gaan de meeste micro-organismen dood. En blijft de melk dus langer goed. Houdbare melk wordt gesteriliseerd. Dan wordt de melk opgewarmd tot wel 138 graden. En gaan alle micro-organismen dood. En blijft de melk dus veel langer houdbaar. Zelfs zonder koeling. Het nadeel is alleen dat de smaak wel wat anders wordt en dat er ook minder vitamines in gesteriliseerde melk blijven. En steriliseren trouwens is vernoemd naar Henk Jan Steriel, die smetvrees had. Nee, grapje. Dus, de volgende keer dat jij een glas verse melk drinkt, moet je maar zeggen, hebben we allemaal te danken aan meneer Pasteur. Dit was het einde van de spoedcursus Houdbaar Voedsel. Ik ben benieuwd of jullie er wat van hebben opgestoken. Pak je werkblad erbij en maak de opdracht over houdbaar voedsel. Voordat de Dorcas voedselpakketten in Oost-Europa kunnen worden uitgedeeld, moeten ze wel gevuld worden. En daar is veel geld voor nodig. Daarom komen we in actie. Jong en oud kan meedoen. Je kunt zelf iets verzinnen. Jij! En jij, en jij, en ik. Aha! Goed plan! Ik zal een held worden en heldendaden doen voor de arme mensen in Albanië, Roemenië, Moldavië en Oekraïne. Ik zal pannenkoeken bakken en die gaan verkopen. Ik zal de huizen van buren gaan stofzuigen voor geld. Ik zal op straat muziek gaan maken. Ik zal klusjes doen. En de spaarpotten van mijn zusjes kapot slaan. En de banken beroven. Nou, ik weet niet of die laatste twee wel echt goede ideeën zijn, maar de andere wel. Wil jij ook meedoen met de grote voedselactie? Kijk dan op www.voedselactie.nl. Dat was trouwens Emma. Mijn liefje. Focus. Blijf bij de les, Joël. Oké. Weet je wat? Dan vertel ik even wat weetjes over Dorcas. Wist je dat?
Dorcas elk jaar de grote voedselactie organiseert, dat via Dorcas duizenden voedselpakketten worden uitgedeeld. Dat Dorcas werkt in een heel aantal landen in Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Dat Dorcas allerlei clubs en trainingen organiseert in arme landen. Bijvoorbeeld voor boeren, om hun land beter te kunnen bewerken. Voor vrouwen, hoe ze een bedrijf kunnen starten. En voor dorpen, om schoon water te regelen. Dat er via Dorcas ook oma's in Oost-Europa worden geholpen. Oma's? Jazeker, luister maar. Een oma die maakt grapjes en staat altijd voor je klaar. Haar jas zit vol met snoepjes en ze aait je door je haar. Zij zit vol verhalen over hoe het vroeger was. Zoveel leven zonder iPad en het klieren in de klas. Een oma, doe er een voor mij. Ik wil er eentje hebben, er kan altijd eentje bij. Een oma, doe er een voor mij. Ik wil er eentje hebben, er kan altijd eentje bij. Nu zijn er ook oma's, die zijn nogal arm. Hebben een klein huisje dat oud is en warm. Wonen niet in Nederland, maar wat verder weg. Net zo leuk als die van jou, maar hebben wel wat pech. Een oma, doe er een voor mij. Ik wil er eentje helpen, er kan altijd eentje bij. Een oma, doe er een voor mij. Ik wil er eentje helpen, er kan altijd eentje bij. Oma, oma, dan wil ik zo oma. Door de hulp van Dorcas heeft ze vrienden om zich heen. Samen naar de Granny Club, niet eenzaam en alleen. Krijgt een tas met eten, krijgt een zak met hout. Dan kan ze fikkie stoken, is de winter niet zo koud. Een oma, doe er een voor mij. Ik wil er eentje hebben, er kan altijd eentje bij. Een oma, doe er een voor mij. Ik wil er eentje hebben, er is altijd wel een oma. Klinkt goed. Net als met sponsorkinderen werkt Dorcas met sponsoroma's. Dat heet Adopt a Granny, Engels voor adopteer een oma. Naar die oma's kunnen brieven worden geschreven en Dorcas zorgt ervoor dat ze eten, warmte, maar bovenal hulp en vrienden krijgen. En deze oma's komen dan samen in hun speciale Granny Clubs. Ze worden samengebracht om samen iets te doen aan de eenzaamheid waar ze allemaal mee te maken hebben. Maar ze komen ook bij elkaar om dingen te leren. Ze krijgen dan een soort van trainingen. Zo organiseert Dorcas op verschillende plekken spaarclubs. Daar leren jonge en oude mensen wat het nut is van sparen en hoe je dat het beste kunt doen. Discussieopdracht. Waarom zou je moeten leren sparen? Jullie zitten nu in een klas, misschien van een school, een kerk of een club. Je hebt contacten met andere kinderen, maar je kunt ook dingen leren. En leren is goed, nieuwe dingen, maar ook sommige dingen die je al kunt, daar kun je dan nog beter in worden. Een ander woord daarvoor is trainen. Trainen wordt vaak gebruikt bij sport, maar ook in andere situaties kun je trainen. En bij de clubs van Dorcas worden belangrijke trainingen gegeven. En vaak gaat de Bijbel dan ook open als warming-up. Daarom is het nu tijd voor een warming-up. Ja, ja, het is tijd voor een training. Een warming-up. Dus ga maar staan. Iedereen, jij daar, ja. Maar ook jij, ja. Opstaan. Zorg dat je een vrij plekje hebt. Ja, allemaal. ODF meester, ga maar staan. Schud je armen los. Ja, zo. Lekker los, ja. Goed zo. Schud nu je benen los. Ja zo. Ik ga jullie trainen. Let op. Je begint met je linkerhand over je buik te wrijven. Alsof je honger hebt. Op de maat. Ja zo. Heel goed. Wrijf over je buik.
Heel goed. Ah. Daarna ga je met je rechterhand doen alsof je een hamburger hebt en daar een grote hap van neemt. Grote hap. Grote hap. Grote hap. Ja, zo. En nu achter elkaar. Links over je buik. Rechterhand en hap. Ja, je komt die aan. Links over je buik. Rechterhand en hap. Links open je buik. Rechterhand en hap. Links open je buik. Rechterhand en hap. Heel goed. Ja. De volgende. Die gaat zo. Je tong. Uit je mond. Naar voren hangen. Alsof je dorst hebt. Ja, heel goed. Je tong kan verder uit je mond. Laat hem hangen. Ja, zo. Heel goed. En daarna weer, met je rechterhand, alsof je een klein flesje water hebt en een grote slok neemt. Een hele grote slok. Een hele grote slok. Een hele grote slok. Ja, zo. En nu ook deze twee, achter elkaar. Tong uit je mond. En een grote slok. 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 Ja, zo! Nu gaan we de vier bewegingen achter elkaar doen. Dus, links over je buik. Rechterhand en hap. Tong uit je mond. En een grote slok. Daar komt ie. Links over je buik. Rechterhand en hap. Tong uit je mond. En een grote slok. Nog een keer. Links over je buik. Rechterhand en hap. Tong uit je mond. En een grote slok. Links over je buik. Rechterhand en hap. Tong uit je mond. En een grote slok. Ja, zo. Ja, dat gaat lekker zo. Beginnen jullie al een beetje op te warmen? Goed, we gaan verder. Nu gaan we wat angstig heen en weer kijken. Alsof we de weg kwijt zijn. Alsof we een vreemdeling zijn. Kijk links, kijk rechts. Kijk links, kijk rechts. Angstig kijken. Ja, zo. Kijk links, kijk rechts. Kijk links, kijk rechts. Heel goed, heel goed, ja. Daarna komt de omhelzing. Een grote omhelzing. Armen wijd, heel wijd maken en een grote omhelzing maken. Ja, zo, ja. Nu die twee achter elkaar. Kijk links, kijk rechts en een grote omhelzing. Kijk links, kijk rechts en een grote omhelzing. Kijk links, kijk rechts. En een grote omhelzing. Perfect! Ja! Zo! Zijn jullie klaar voor ze allemaal achter elkaar aan? Daar komt ie aan. Begin met je buik. Links over je buik. Rechterhand en hap. Tong uit je mond. En een grote slok. Kijk links, kijk rechts. En een grote omhelzing. Nog een keer. Links over je buik. Rechterhand en hap. Tong uit je mond. En een grote slok. Kijk links, kijk rechts en een grote omhelzing. Ja, lekker zo, dat gaat goed. Ja. En dan komen nu de woorden erbij. Daar komt ie aan. Zijn jullie er klaar voor? Terwijl je de woorden hoort, kun je de bewegingen weer doen. Daar komt ie aan. Ja, zo. En 1, en 2, en 1, 2, 3. Want ik had honger en jij gaf mij te eten. Ik had dorst en jij gaf mij te drinken. Ik was vreemdeling en je hebt me uitgenodigd. Nog een keer met de bewegingen erbij. Want ik had honger en jij gaf mij te eten. Ik had dorst en jij gaf mij te drinken. Ik was vreemdeling en jij hebt me uitgenodigd. Ik had honger en jij gaf mij te eten. Ik had dorst en jij gaf mij te drinken. Ik was vreemdeling en jij hebt me uitgenodigd. Heel goed! Ja! Heel goed! En dan nog één keer. Voor de laatste keer. Om het af te maken. Daar komt ie aan. En 1, en 2, en 1, 2, 3. Want ik had honger en jij gaf mij te eten. Ik had dorst en jij gaf mij te drinken. Ik was vreemdeling en je hebt me uitgenodigd. Oké, schud die armen maar weer los. Schud die benen maar weer los. Heel goed. Dit was goed. Jullie hebben goed getraind.
Heel goed, ja. Jullie mogen weer rustig een plekje gaan zoeken. Ja. Goed gedaan, jongens en meisjes. Goed gedaan. Zo. Zo. Hopelijk een beetje opgewarmd. En jij? Je hebt je werk goed gedaan. Ga nu maar ergens anders je dansje doen. Wist je trouwens dat die tekst uit de Bijbel kwam? Om precies te zijn, Matteüs 25, vers 35. Het zijn woorden gesproken door Jezus. Voor Dorcas is dit een heel belangrijke tekst. Discussieopdracht. Waarom denk je dat juist deze tekst zo belangrijk is voor Dorcas? En wat zou het betekenen? Door de verschillende clubs van Dorcas leren de mensen elkaar kennen en leren ze elkaar te helpen. Ze leren nieuwe skills en er wordt iets gedaan aan de eenzaamheid. Ze kunnen vrienden maken, merken dat ze belangrijk zijn en ze leren dat God van ze houdt. En ik zat zo te denken, een club in Oost-Europa, daar moet natuurlijk wel een goed clubhuis voor komen. Daarom gaan we nu in groepjes ons eigen clubhuis bouwen. Een creatieve opdracht met echte Dorcas-materialen. Namelijk spaghetti en marshmallows. En het wordt een wedstrijd. Het doel van deze opdracht is een clubhuis maken met spaghetti en marshmallows. De spaghetti kun je in de marshmallows steken en zo kun je een bouwwerk maken. Het moet wel stevig zijn en uit zichzelf blijven staan. Het clubhuis moet zo hoog mogelijk zijn en aan het eind wordt de hoogte van alle bouwwerken opgemeten. In groepjes waarvan de juf of meester zometeen gaat zeggen hoe jullie die gaan maken, krijgen jullie 50 stokjes spaghetti en 9 marshmallows. Daarmee gaan jullie dat clubhuis bouwen. Je krijgt ook maar 15 minuten de tijd. Je kunt de stokjes spaghetti in stukken breken en je kunt de marshmallows in kleinere stukjes knippen. Je kunt ze ook opeten, dat is lekker. Maar niet zo slim, omdat je er daarna niet meer mee kunt bouwen. Duh. Hoe je het hoge clubhuis gaat maken, mogen jullie zelf weten. Op het werkblad heb ik een paar tekeningen gemaakt die misschien kunnen helpen. Om ervoor te zorgen dat we dit duidelijk en eerlijk doen, zal ik stapje voor stapje vanaf het digibord vertellen hoe we dit gaan doen. Als eerste, jullie meester of juf vertelt hoe jullie groepjes van 3 gaan vormen. Zet het filmpje op pauze en pas weer aan als elk groepje bij elkaar zit en de 50 stukjes spaghetti, de 9 marshmallows en een schaar klaar heeft liggen. Voordat jullie mogen beginnen met bouwen, moet er overlegd worden. Je mag kijken naar de voorbeelden op het werkblad. Let op hoe de verschillende vormen gemaakt zijn om stevigheid te creëren. Je ziet vierkanten en driehoeken. Je mag natuurlijk ook andere vormen verzinnen. Je krijgt 3 minuten de tijd om in je groepje te overleggen en een plan te maken. Laat dit filmpje maar aanstaan, want de 3 minuten zullen gaan aftellen. Nadat je de bel hebt gehoord, mag je beginnen met bouwen en daarvoor krijgen jullie 15 minuten. Na de bel moet je stoppen en kan jullie juf of meester de clubhuizen opmeten. Start nu met de 3 minuten overleg en maak je plan.
Start nu met de 15 minuten bouw.
Nog 10 minuten.
Nog 5 minuten. Nog 2 minuten. Nog 1 minuut.
Stop nu met bouwen. Voordat de meester of juf de clubhuizen gaat opmeten, gaan jullie eerst met elkaar in jullie groepje bespreken hoe jullie vonden dat het ging. Hoe ging het plan maken? Hoe ging het bouwen? Hoe ging het samenwerken? Op je werkblad zie je hier namelijk een ruimte waar je jezelf een cijfer voor kunt geven. Doe dat eerst en daarna kunnen jullie beginnen met opmeten. Want meten is weten. Ik ben benieuwd hoeveel centimeter jullie clubhuizen zijn geworden. En het was een wedstrijd, dat betekent dat er een winnaar is. Als prijs mag het winnende groepje hun eigen marshmallows opeten. En de andere groepjes die niet hebben gewonnen, die mogen ook hun eigen marshmallows opeten. En ook ik mag mijn marshmallows opeten. Want deze videoles over Dorcas is nu klaar. En kijk nog wel even op de website van de Grote Voedselactie om mee te doen. Doei doei!